Dames en heren, we zijn ontzettend blij dat hij er is en er ook ontzettend trots op. Geef hem een warm applaus. Isaac! Voor de mensen die nu inschakelen, we bevinden ons in Hartje Afrika. In de parel van Afrika, zoals dit land wordt genoemd, en het is zeker geen zelfbenoemde parel. Zinderende hitte, rood zand. Hier moet het allemaal gebeuren, hier moet het nieuwe wielrennen ontstaan. Terug naar de tijd van de heroïek, wat zeg ik, Egbert? Terug naar het heden, waar vroeger nog bestaat en authentiek in de mode is. Wij zijn in Kampala waar het wielrennen niet verpest is door doping het grote geld. Waar wielrennen doet denken aan de tijd dat de tv nog zwart-wit dacht. Hier gaat het allemaal gebeuren. Hier kunnen we de geest van morele vervuiling van het oude wielrennen weer in de fles krijgen. Hier fietsen we puur man tegen man en ook een vrouw. Hier vechten we nog met de elementen. Gaan we strijdend ten onder of halen we een glorieuze overwinning. Maar daarover later meer. Voor de mensen die nu inschakelen, we bevinden ons in Hartje Afrika, zinderende hitte. De spanning wordt opgebouwd, er komt meer druk op de ketel, Martin. Dit is het nieuwe wielrennen waar jij het altijd over had. Hier heeft de jeugd de toekomst. My name's Marion Ayewale. Most of the times they see us on the road cycling as women. Most of the time they say that women they should not cycle. But we found it that women should cycle, in that we face many barriers, maybe at homes, many problems. But when you find yourself when you are in sport, like cycling, those all the barriers and the problems goes away. You don't get pressure. Marianne Vos van Kampala. Marion, jij snoert al die mannen de mond. Je bent een voorbeeld voor vrouwen. Zet hem op en laat ze zweten, die kerels. Jij laat zien dat het kan, dat vrouwen ook hier de rollen kunnen omdraaien. Want dat kan. Jij kan dat. Je bent een inspiratiebron.